Welkom in deze nieuwe video waarin ik ervoor gekozen heb om het op deze manier uh, een boodschap door te geven. Omdat het belangrijk is dat je luistert. Dat je niet zozeer gaat gaan kijken. Je kan natuurlijk kijken naar de video ook, maar veel gaat er niet gebeuren. Het is belangrijk dat je luistert. Omdat uh, je de tijd neemt om de boodschap die ik nu met jou meegeef, om die echt te gaan voelen. Om die echt volledig in je volledige lichaam te laten integreren. De boodschap die uh, ik in deze video meegeef, komt er naar aanleiding van de lastige tijd, de lastige energie waar dat we allemaal doorheen gaan. Maar wat ik merk en opvalt en ook doorgekregen heb, is dat eigenlijk de, vooral de mannelijke energie, diegene is die deze shift, deze vers, verschuiving als het ware in energie, op de meest lastigste en moeilijkste manier ervaart. En daar wil ik jou wat inzichten in geven, ook een aantal tools en een aantal uh, handvatten, zodanig dat je natuurlijk weer verder kan. Nu, zie je dus vorige week, 12 december, dus 12, 22 en 21, 22. Uh, 21 december 22 natuurlijk. Als je die twee getallen naast elkaar ziet, dan ga je zien dat er daar heel veel spiegeling in zit. Nu, die periode die loopt over ongeveer een week. Maar weet, je, tijd is relatief, dus voor de een gaat dat wat langer dan de andere. Die spiegelingperiode, die spiegelperiode, is eigenlijk de kans om dat, die sprong in het onbekende te nemen. En oude cyclussen voor eens en voor altijd achter jou te laten. Of, als je dat niet doet, in het oude nog verder te blijven worstelen. Dus een eerste wat ik wil meegeven, is dat het belangrijk is dat je nu in deze periode echt alles loslaat. Laat los wat dat mogelijk is. En focus wat je wel controle over hebt. En vertrouw dat wanneer je die dingen loslaat, dan er veel betere dingen, dus die veel meer afgestemd zijn op je hoogste goed, op je pad gaan gezet worden. Waarom? Het universum houdt niet van een vacuüm. Het universum houdt niet van een leegte. Dus wanneer je dingen loslaat, Creëer je eigenlijk onmiddellijke ruimte, energetisch gezien, om weer nieuwe dingen in te vullen door het universum. En dus, wanneer jij je jouw werk gaat doen en ervoor zorgt dat jouw energie hoger is, dan gaat het universum natuurlijk ook dingen invullen, nieuwe dingen brengen, die voor je weer jouw hoogste goed zijn. Dus die weer beter op je afgestemd zijn, die hoger zijn in trilling. En daarom is het ook net belangrijk dat wanneer je energetisch gezien dingen uh, wil gaan transformeren, dat je daar ook bewust van bent, van dat vacuüm. Want je maakt gebruik van het vacuüm om eigenlijk energie te gaan transformeren. En het, de, de licht die, die gecreëerd wordt door het, het, de schaduw die je gaat gaan transformeren, de wonden die je gaat gaan hielen, ga je onmiddellijk gaan vervangen. En maar wat wil je dan gaan vervangen met liefde, met licht, met die hoge energie. En dat kan je onder andere doen door met die gouden energie te werken, met de diamantenvlam te werken, de die gouden vlam te werken. En dan dus zet je al eigenlijk al intentie van al hetgeen dat ik loslaat, al hetgeen dat ik transformeer, al hetgeen dat ik achter mij laat, dat ik niet meer doe, of wat nu een overtuiging is, of een, of een um, gedraging, het maakt niet uit, ik ga het allemaal op hetzelfde, komt het neer. Nu, met betrekking tot de mannelijke energie, die gaat op dit moment weer door een uh, volgende fase, een diepere fase van die donkere nacht van de ziel. En afhankelijk van waar dat jij of jouw divine partner, je spiegelziegel of de, de partner waarmee uh, nu het pad loopt, um, waar dat zij staan, of jij staat, in het level, het niveau van bewustwording, daar ga je daar ook weer zien dat de diepte en de heftigheid, de hevigheid van die donkere nacht weer anders is. En dat komt ook weer door het feit dat 2023 het jaar van de missie is. En daar ga ik straks meer over vertellen. Maar dus wanneer je nu merkt dat jij zelf in je eigen mannelijke energie, of in, de, in jouw connectie of in de relatie, of je kinderen bijvoorbeeld, want ook daar zie ik het ook gebeuren, dat zij door die gegeven energie gaan, dan is het vooral heel belangrijk om wanneer je meer resoneert met de vrouwelijke energie, of dat dat meer in jouw natuurlijke go-to is, om je energie hoog te houden. Om niet meegesleept te worden in het drama. Niet meegesleept te worden in de chaos en in die 3D mind games. Want dat is het. Dus hou je visie, vertrouw en focus op je eigen verbinding met je bron. Met je ziel, met je team. Het maakt niet uit of het universum uit je noemt. En weet dat voor de rest dat daarvoor gezorgd wordt. Dus iedere keer als er dingen naar boven komen, kijk ze aan, zie wat er gebeurt. Ga in die Adelaarsview. Hè. We gaan, gaan kijken van oké, okay, wat is hier het grotere geheel. En laat het dan los. De dingen die je geleerd hebt de afgelopen jaren is nu belangrijk, des te belangrijker om die nu gewoon toe te passen. Want de situaties uit de afgelopen jaren kunnen ook weer terug op je pad komen. Niet als een teken van, oh nee, ik heb het niet goed geleerd of ik heb het niet goed geheeld. Maar wel om eigenlijk volledig af te sluiten. Dus als ze weer op je pad komen, zie ze als een soort van eindceremonie. En wees dankbaar voor de lessen dat het jou geleerd heeft. Wees dankbaar voor hetgeen wat het jou gebracht heeft. De dingen zijn heel heftig aan het veranderen en dat voelen we allemaal. Zowel de mannelijke energieën als de vrouwelijke energieën, eigenlijk allemaal iedereen. Afhankelijk van waar hij staat op het pad, iedereen gaat een zekere mate, een vorm voelen van de grond is onder mijn voeten aan het wegvallen. Um, en dan nu is het belangrijk om eigenlijk te weten in welke momenten van de dag, van, van je leven, van de week, van de maand, waar dat je moet eventjes die handen van je stuur gehouden en in diepe, diepe, diepe overgaven te gaan. Want je kan niet vertrouwen dat er voor alles gezorgd wordt, terwijl je zelf nog probeert controle te houden over hoe dat dingen verlopen. Weet dat het geen test is waar we nu doorheen gaan, maar een afsluiting van een cyclus. Um, tegen mijn klanten had ik gezegd van de geboorte is voorbij, maar je voelt na wie je nog. En dat is eigenlijk het stukje dat we inzitten. We zitten al in die hoge energie met heel veel mensen. De aarde zit al in zevende D, de zevende densiteit. Dus dat is al hele hoge energie. Sommige energiezielen zitten al in die zeven, 8 en 9 D. Nog niet veel, maar er zijn er al. En dus het is aan die zielen om ook die toorts, dat licht, vast te houden terwijl dat de anderen die overstap maken. En ik zie het beeld op, op een van uh, waarin dat we eigenlijk over een heel onstuimige rivier moeten gaan. En we hebben hier en daar zo wat rotsen die er nog uitsteken. Af en toe gaan ze onder water. Maar we moeten vertrouwen op degenen die al aan de overkant staan. En zien waar dat zij hun voeten gezet hebben. Zien wat dat zij, waar dat zij in vertrouwen Welke dingen dat ze gedaan hebben. Om een leven te gaan veranderen, om een leven vanuit het hartbewustzijn gaan vorm te geven, om een leven te gaan vormgeven in afstemming met een lijn en een ziel. En sterker en krachtiger te worden in het manifesteren vanuit het hartbewustzijn, het manifesteren, het moeiteloos manifesteren. Het vraag- en het wordt gegeven-principe. Want daarvoor geloven we nog veel te weinig in. Dus net daarom ook om doorheen die lastige transitie te gaan, nu op dit moment, naar de overgang naar 2023, los van de stress die sowieso al met de feestdagen komt, hè, is het handig om te werken met de diamanten-violette vlam. Dus daar krijg je dan de diamantenvlam, dat is eigenlijk de, um, bron, de energie van de bron, van het universum, de volledige geheelde energie waarin de alle facetten en eigenschappen aanwezig zijn, waar dan we allemaal uit ontstaan en uh, geboren zijn. In combinatie met de violette vlam. Waarom de violette vlam? Omdat de violette vlam transmuteert alles wat we niet meer nodig hebben. En dus de diamantenvlam zorgt er dan onmiddellijk voor, net zoals we net gezegd hebben, dat wanneer er een vacuüm ontstaat door de werking van de violette vlam, melk gevuld wordt met de diamantenenenenergie. In 2023 heb ik gezegd dat is het jaar van de missie. Dat is een zevengetal. En 3, 7 en 12 zijn de bouwstenen van ons universum. Um, en dat maakt natuurlijk dat de periode waar we nu doorheen gaan, voor heel veel mensen, lichtwerkers, tweelingvlammen, uh, mensen die wakker geworden zijn en die op het punt gekomen zijn van oké, okay, dat moet hier anders, ik moet hier veel meer volgens mijn missie, volgens hetgeen dat ik kom doen, gaan leven. Dat maakt dat wat we nu allemaal ervaren, dat het veel lastiger en, en veel... Harder lijkt, maar het is niet zo. Maar net omdat het weer hetzelfde is, lijkt het onoverkomelijk. Kun je het gevoel krijgen van ah, hier gaan we weer. wanneer gaat dat nu eindelijk stoppen. Ik ga er nooit uit. Het blijft altijd maar terugkomen. Maar ook dat is weer een illusie. Een les dat we nog dieper te leren hebben. Dus nog meer, des te meer, let op je mind, let op wat je denkt. Wat denk je als alles om je heen lijkt weg te vallen? En voor de ene gaat dat op een heel andere manier zichtbaar zijn in de materiële wereld in de 3D wereld dan voor iemand anders. Maar het belangrijkste is: van, durf je nog je hart te vertrouwen en durf je nog in die diepe, diepe overgave en die diepe surrendering te leven. En ga gaan kijken, wees bewust van wat is een angst en wat is een schaduw die van jou is en wat is van de anderen. Weet dat de valkuil in dit moment en in het collectief in het algemeen op een grote ruimer vak vlak, is dat we veel te veel gaan focussen op de materie en de wereld. Dus alles buiten jezelf geeft je veel meer kracht, waardoor je eigenlijk je eigen macht weggeeft. Je ontkracht daarmee onmiddellijk jezelf en je eigen energie. En door mee te gaan in de visies van de crisis, van uh, uh, de ideeën van grote structuren zullen gevallen, hongersnood, oorlog, de grote energiekosten en wat dat allemaal maar nog is, geef je net dat vorm. Je voedt die ene tijdslijn met jouw energie waar je het meeste bang voor bent. Terwijl je net even krachtig bent om die energie en die focus te geven aan een veel positiever verhaal. Een veel positievere tijdslijn die net zo beschikbaar voor jou is als die andere negatieve doemdenk tijdslijn. Ga ik ze maar noemen. Dus weet dat de omvorming van de maatschappij eigenlijk moeiteloos verloopt. Net zoals dat de bewustwording, collectieve bewustwording van hart tot hart gebeurt. Zo ook gebeurt die omvorming van onze maatschappij. Overvloed is ons geboorterecht. Dat is de norm. Maar we zijn er niet gewoon, dus we vertrouwen het niet. En we saboteren constant onszelf. Onverwaardelijke liefde is de norm, maar we zijn er niet gewoon. Dus we saboteren constant onszelf. En we denken van, oh nee, dat kan niet zijn. Dus we gaan het maar wegduwen. Tekort, afscheiding, eenzaamheid. Dat zijn allemaal illusies dat ze eigenlijk willen dat we gaan geloven. Waarom? Omdat dat ons net minder krachtig maakt. Dat verzwakt ons. Dat putt ons uit. Dat zorgt ervoor dat we moe zijn. Dat zorgt ervoor dat we niet meer weten waar we heen gaan. Dat zorgt ervoor dat we depressief zijn. Dat zorgt ervoor dat we willen opgeven. Maar denk eens: van, hoe verklaar je dat mensen die door de wetenschap ongeneeslijk verklaard zijn, dan toch nog gaan genezen? En dat is net de kracht die we allemaal hebben. Enkel, het vraagt van jou om jezelf te herprogrammeren. Leer werken met die energie. En doorprik alle overtuigingen dat jij als een copy-paste gewoon zomaar hebt overgenomen. En dat is niet erg, hè? Je hoeft je daar zelfs ook niet schuldig voor te voelen, want dat maakt ook deel uit van jouw zielsgroei. Dat maakt een deel uit van de mensheid op zich. Maar het enige wat ons echt helpt uit die oude 3D-wereld. Is namelijk dat zoveel mogelijk mensen echt wakker worden. Want het gaat niet om dat wat dat je ziet, maar hoe dat je denkt. En om te weten wat datgene is dat je mag denken voor je hoogste goed, dan moet je naar binnen gaan. Dan moet je stil worden. Dan moet je luisteren. De stem van je ziel is zacht en liefdevol. En het ego is luid, opdringerig, schreeuwerig, hard. Het oordeelt, het kwetst, het verdeelt en heerst. En wat zie je in de wereld gebeuren? Dat. Want dat is niet de manier waarop we die nieuwe wereld willen vormgeven. Jouw hartcentrum is zoveel krachtiger. Want het is de enige echte magneet waarmee dat jij de wereld van je diepste verlangens, verlangens kan manifesteren. En wensen manifesteren is eigenlijk niet moeilijk. Want jij bent je wens. Jij bent je wens. Je bent je wens. Laat alles los die je weghoudt van jezelf, en je zal zien dat alles moeiteloos in je leven komt. We hoeven niet weg te lopen. We hoeven niet te verhuizen naar landen die betere systemen hebben. We hoeven niet te veranderen of uh, 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 naar landen te verhuizen en systemen op te zoeken en te, 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 uit te dokteren om minder belastingen te gaan betalen. Nee. Want dan loop je weg van een kapot systeem en ga je altijd nog een wereld gaan manifesteren vanuit het tekort. Vanuit de lack, vanuit die lak mindset, vanuit die, die uh, tekort mindset. Terwijl je eigenlijk enkel stabiele, standvastige verandering teweeg kan brengen, van binnen naar buiten. En dat is één van de componenten van manifestatie, de invloedcirkel. Dus als je wat wilt aantrekken of veranderingen, die niet in je invloedcirkel ligt, dan kan je niets doen. Dus als je wegloopt naar een ander land, dan ontneem jezelf de kans om hier, waar je ook dan maar woont, in je eigen invloedcirkel, in je eigen omgeving, zoveel belangrijke dingen te gaan veranderen. En ik zeg niet dat je niet mag verhuizen, dat mag wel en ik ga van tijd ook gaan doen, maar het mag niet komen vanuit een frustratie, vanuit een tekort. Want behalve dat je er kan voor zorgen dat iets in, je, in, de, in die cirkel van overvloed komt, in die cirkel van uh, invloed komt liever, want dat is ook de cirkel van overvloed natuurlijk, dan kan je vanuit die magneet van je hart en dus die één energie kan je alles manifesteren wat je wilt. Dus stel jezelf de vraag, ligt datgene wat je nu wenst um, te manifesteren, hetgene wat je nu wenst? Ligt dat in je cirkel van invloed? En dus in je cirkel van, van overvloed, of niet? Neem actie, of neem je actie. Of als je iets doet, of een keuze maakt, komt dat dan voort vanuit de energie van vertrouwen, vanuit dankbaarheid, vanuit liefde? Of is het door een frustratie, door een gebrek, door een, um, een tekort, doordat je niet tevreden bent met hoe dat de dingen gaan in de buitenwereld? Want dat is wat hij je uiteindelijk uitstuurt. En dat is dus hetgene dat je gaat ontvangen in je cirkel, ongeacht waar je heen gaat of waar je naartoe gaat. Ik ga deze video hierbij laten, hierbij stoppen, en ik wil nog een laatste boodschap meegeven. En als je dat wel kan, je die ook zien op uh, de video nu. En als el olahem amen, si doa ter persua via diamo amo perke. Mia li tu, mia di mu, solahem due che amartemi. Een boodschap van mijn Arthurische familie aan mezelf natuurlijk. En, het betekent, en, mezelf natuurlijk. en het betekent: laat liefde in mijn leven stromen voor jou, voor mij, voor elk liefde wezen. Namaste.